Autoschadeherstel Noord-Limburg is opgericht in 1961 door mijn vader en mijn oom onder de naam Autoschade Timmermans BV. Ja, na ongeveer 44 jaar op de Matrixweg gezeten te hebben, zijn we besloten om te gaan nieuwbouwen. In 2006 hebben we nieuw gebouwd op de Stationsstraat. In de loop van de jaren is het bedrijf uitgegroeid in twee afdelingen. Autoschadeherstel en garagebedrijf. De hoofdzaak is autoschadeherstel. En de tweede afdeling is Bosch Car Service Horst. Ja. We zijn eigenlijk begonnen als een garagebedrijf en een autoschade, met een autoschadeafdeling. We hebben dus in het begin ook autoverkoop gedaan. Daar zijn we op een gegeven moment toch mee gestopt en meer gaan specialiseren op autoschade. Heel veel mensen weten niet dat wij ook een onderhoudsafdeling hebben. Dat we daar dus ook APK-keuringen, onderhoudbeurten, banden vervangen, uitlijnen, airco-service. Die diensten die leveren wij ook. Nou, wij onderscheiden ons in de markt ten opzichte van de gewone garagebedrijven. Dat wij echt specifiek de richting schadeherstel hebben. Dat houdt in dat de personeelsleden zeer regelmatig op cursus gaan om de modernste technieken te volgen. Dat zijn dingen die ja, bij het gewone garagebedrijf ja, niet mogelijk zijn. Wij zijn echt 100% gespecialiseerd op schadeherstel. Mm-hmm. Je kunt je voorstellen een auto met een kapotte wielophanging. Dat is echt specialistisch werk. Daar moet je toch meer de technische kant ook bij hebben. En die hebben wij in onze garageafdeling zitten. Collega-schadebedrijven moeten vaak technisch werk uitbesteden aan een ander garagebedrijf. En ja, voor ons is het allemaal in één pakket. De voornaamste groepen zijn eigenlijk de particulieren, maar deze worden vaak gestuurd door de verzekeraars. We hebben dus ook contracten met grote verzekeraars die dus hun klanten adviseren om naar ons toe te komen. Buiten die groep hebben we ook veel fleet owners. Dat zijn eigenlijk bedrijven met grotere wagenparken. En daar ja, werken wij veel mee samen. We zorgen dat ja, een bedrijfsauto mag niet stilstaan. Dus we zorgen meteen dat ze na een aanrijding ook meteen mobiel blijven en in een andere bedrijfsauto weer kunnen rijden. En wij zorgen dat alle zaken rondom de schade uit handen genomen worden. Dus de schade melden. Tot expertise regelen, de factuur, alles gaat rechtstreeks. Dan hoeft de klant ja, zich verder niet zorgen over te maken. Wij regelen het van A tot Z en zorgen dan ook voor een snelle afhandeling. Ondanks dat auto's en autoschade een beetje milieu-onvriendelijk overkomen tegenwoordig, denk ik dat wij best wel iets toevoegen aan het milieu. Wij werken namelijk al sinds 1994 als een van de eerste autoschadeherstelbedrijven met watergedragen en high-solid lakken. Dit houdt in dat er zeer weinig schadelijke oplosmiddelen naar buiten gaan. Daarbij wordt ook nog eens de lucht gefilterd. Ook wordt de lak tegenwoordig vaak gedroogd met infraroodlampen en gaan we binnenkort werken met UV-drogende lakken. Dit houdt in dat de lak dan binnen 2 à 3 minuten droog is. Maar we doen nog meer wat het milieuvriendelijk is. En waar de klant ook nog daadwerkelijk iets aan heeft. Wij repareren namelijk steeds vaker auto's met gebruikte onderdelen. Deze onderdelen zijn afkomstig van zogenaamde sloopauto's. Vaak zitten hier nog hele goede, onbeschadigde, originele onderdelen aan die wij weer kunnen gebruiken. Het voordeel is dat er uiteindelijk minder afval is, wat dus een directe milieubesparing is. Maar daarbij komt het grote voordeel voor de klant dat deze daadwerkelijk 30% kan besparen op de reparatie. Ja, het bedrijf bestaat nu ongeveer 48 jaar. In die tijd is heel veel gebeurd. Er zijn heel veel marktontwikkelingen geweest. Wij hebben ons echt gespecialiseerd als ja, totale mobiliteitspartner met specifiek het schadeherstel. In die markt zijn wij nu in Noord-Limburg zo'n beetje de grootste hersteller. Wij zijn nu in totaal met 23 man. Wij zijn lid van Industriële Club Horst, ICH. En lid van MKB Limburg. Daarnaast ben ik medeoprichter van Autoschadeherstelgroep Nederland.
Doordat wij met de nieuwbouw een opening gehouden hebben en alle giften die wij bij de opening gekregen hebben, die hebben wij overgemaakt aan de pilkenbouters. Dat vonden wij een goed initiatief en dat steunen wij nog steeds. En verder sponsoren wij veel verenigingen, voetbalclubs, tennisclub, hockeyclub, ja, noem maar op, daar sponsoren wij. En vaker ook met evenementen en dergelijke dat wij sponsoren.